tikkertje dap. In het eenklassige schooltje te Etersheim in de buurt van Edam schreef Johan Kieffiet in 1891 het beroemdste kinderboek van de vorige eeuw, Dick Trom. Twaalf uur. De school ging uit. Maar nu kwam de drukte voor de juffrouw pas goed. Geen enkel kind kon zijn klompen vinden. Bijna alle trokken verkeerde aan. Juffrouw, mijn klompen zijn weg. Juffrouw, ik zie mijn jas niet. Juffrouw, ik kan mijn mantel niet vinden. Sinds de restauratie in 2012 is het schooltje een museum. Het schooltje van Dick Trom. Meester Kieffiet was daar onderwijzer. Later schreef hij veel boeken, onder andere over Dick Trom. In 1883 gebouwd door de gemeente. En Kieffiet was de eerste onderwijzer die hier kwam. Hij was ongeveer 25 jaar. En daar moest dus les geven aan alle kinderen van de klas 1 tot en met 6. Van 6 jaar tot 12 jaar. Ja. En ja, dan heb je handen vol natuurlijk. Zeker. Ja. En geen collega's moeten overleggen? Nee, en het was ook nog nieuw, dus er was ook geen kast waar je zo'n stapel boek uit kon halen. Nee. En dan komt uit een groot gezin. Ik geloof dat hij de tiende was. Zo uit een gezin. En een aantal van die kinderen zijn het onderwijs ingegaan. En hij heeft wat korte baantjes daar gehad. En op een gegeven moment kwam hij dus hier na een paar jaar. En de kinderen die kwamen? Hij begon met 26 kinderen staan in zijn leerplan. Dat ligt daar, dat heeft geschreven. 26 kinderen. Ja. We zien hier de onderwijzer van dit schooltje, meneer Kieffiet. Op leeftijd zien we het manuscript dat hij heeft geschreven van voor zijn eerste boek. En dit is het eerste boek uit het leven van Dick Trom. Nou, inpot open, indopen. Kijken of ik dit nog kan. Dirk wordt geboren en krijgt een naam. Moeder was ziek. Toch klopte haar hart van blijdschap, want deze morgen was haar liefste wens vervuld. De goede God had haar een zoon geschonken. Haar man wist nog niet welk een groot geluk hem te beurt was gevallen, want hij werkte op grote afstand van zijn woning, zodat het reeds laat in de avond was als hij thuis kwam. Dick gaat naar school. Op de 8e februari was Dick 6 jaar geworden en op de 31ste maart daarop volgende stapte Jan Trom de kamer van de hoofdonderwijzer binnen om te vragen of zijn zoon de volgende morgen op school zou kunnen komen. Goedenavond, meester. Goedenavond, Trom. En wat is er van uw dienst? Ik wou vragen of Dick morgen op school mag komen, ziet u? Dick, wie is dat? Jawel, hij is Dick, ziet u, en dat is die. Alle mensen lachten. Ha, daar hebben we de dikste jongen uit de gemeente. Zie je hem wel, neef? Ja, knikte de ezelskop. Mag hij op je rug zitten, neef? Ja. Wil je met hem rondrijden? Ja, knikte de ezel. Goed dan, schreeuwde de clown. Dick trok de klep van zijn pet diep in zijn nek, greep de teugel en stak de clown zijn been toe om op de ezel getild te worden. Daar zat Dick.
maar achterstevoren.